Dat moesten vrienden. Welkom op een nieuwe aflevering van Tom's Moestuin. Ik ben in mijn aardappelenbed aangekomen en het is het ogenblik dat ik mijn vroege aardappelen ga oogsten. Ik kijk er heel erg naar uit. Ik ben benieuwd. Ik vrees een klein beetje voor een tekort aan water die ze zullen gehad hebben door het weer eigenlijk. Maar goed, op 10 april heb ik deze jonge aardappelen gepoot. We zijn geen 90 dagen verder, we zijn bijna 80 dagen verder. Maar ik denk aan het loof te zien dat het niet veel zin meer heeft om deze aardappelen nog langer in de grond te houden. Verder staan ook nog latere soorten, die ga ik ook tonen. Die hebben nu bloemetjes, maar de oogst zal gebeuren bij de vroege aardappelen nu. Zo moesten vrienden. Ik heb een camera op het statief gezet. Normaal, en zeker als je een webshop hebt in moestuinartikelen, www.moestuinweters.com, dan heb je een aardappelriek, niet dus. Ik ga mijn spade gebruiken om de aardappelen te oogsten. Ik moet juist een klein beetje marge nemen. Ik weet ongeveer waar de aardappelen zitten. Klein beetje marge nemen zodat ik de weinige aardappelen die hier waarschijnlijk zullen aanhangen niet zal beschadigen. De variëteit is Annabel. Ik ga nog wachten. Ik ga straks een close-up gaan filmen. De variëteit is Annabel en is een aanrader van mijn moestuinvriend Wim Boers. Die zei van: Annabel moet je zeker hebben als vroege aardappel. Hij had mij ook al de Friesrander aangeraden. Ik vond die al zeer goed. Dus als hij nu ook nog eens zegt dat de Annabel beter is, dan ben ik heel benieuwd. Ik ga beginnen met het ophalen van alle vroege aardappelen. Ik zal er misschien ook nog bij vertellen dat het geen zin heeft om die vroege aardappelen in de grond te laten. Die zullen nu niet meer groeien. Je hoeft niet te wachten tot het loof volledig afgestorven is. Bij middellaten en late rassen kun je dat wel doen. De bodem is ook koeler. Die gaan niet opnieuw gaan schieten. Maar met vroege aardappelen zou ik zeker alles in één keer gaan oogsten. Normaal oogst je als ze bloemetjes beginnen te krijgen. Maar door de droogte hebben de bloemetjes zich niet gevormd. Dus moet je ergens afgaan vanaf je plantdatum 70, 80, 90 dagen ver te gaan oogsten. En dit is nu ongeveer 80 dagen. Dus we zullen zien wat er in de grond zit. En ik ga hier de plant gaan verwijderen. Ik zie alvast één aardappel, dus daar ben ik al heel tevreden mee. Zo, de plant is losgemaakt. Ik zie hier een relatief kleine aardappel. Zo. Zoals gezegd, en gevreesd, redelijk kleine aardappelen. Niet zo heel veel. Misschien zitten er nog onder. Hier zit er wel nog een aantal. Nog eens dieper graven. Dat is ook nog een redelijke. Als we zo verder gaan, dan ben ik eigenlijk al zeer tevreden. Ik ga ook alle kleintjes eruit halen. Het kan heel vervelend zijn volgend jaar als je hier iets anders teelt. Dat je constant kiemende kleine aardappeltjes hebt. Dus je ziet, er zitten er eigenlijk nog heel veel in. Ik ga het straks ook nog eens helemaal met een woelvork doen om nog wat aarde naar boven te brengen. En zeker van te zijn dat er geen aardappelen meer in de grond zitten. Misschien ben ik al aan de volgende plant bezig, zonder dat ik het weet. De grond is echt super droog. Dus echte mirakels konden we hier niet verwachten. Maar van een kleine plant, ik hoop dat je het kunt zien. Ik zal eens kijken. Zo, van een kleine plant hebben we toch een lekkere maaltijd aardappelen. En nu ga ik verder oogsten en op het einde nog eens tonen wat ik allemaal in mijn emmertje heb. Vrienden, het is wat het is. Ik heb 8 kilo aardappelen voor mijn gezin
om ze te voeden. Ik ben daar heel tevreden mee. Hopelijk, het kon natuurlijk altijd meer. Ik heb het potentieel gezien van de Annabel aardappelen. En ik moet zeggen dat die enorm productief zijn. Maar gewoon door het super droge weer. Ik denk dat ik volgend jaar mijn irrigatiesysteem een druppelslang zal leggen langs mijn aardappelen. Of een zweetslang. Zo spat het niet en is de aarde eigenlijk nooit echt heel nat. En dan denk ik dat het misschien nog betere opbrengsten zal krijgen. Uiteindelijk uit een halve kilo potgoed. 8 kilo aardappelen is niet slecht, maar het kan zoveel meer zijn. Daar heb ik ervaring mee uit het verleden. Maar goed, het weer zit er ook voor iets tussen. Zo, jullie zijn op de hoogte van mijn oogst aardappelen op dit bed. Ik zal er eens nadenken om hier struikboontjes of iets anders te gaan plaatsen. Zodanig dat we op dat bed nog eens gaan eten oogsten dit jaar. Bedankt voor het kijken deze keer. En hopelijk tot de volgende. Bye.